coat. Tina! Ik wil jullie allereerst welkom heten. Christian en mezelf, wij zijn Absolute P Entertainment. Dit is een van onze kantoren samen met This Is Why. Jullie zullen wel afvragen, waarom zit Tina hier? Waarom zit Ilias hier? Waarom zijn hier camera's aan het lopen? Nou, dat is allemaal mijn reden natuurlijk. Wij gaan na het ondertekenen van het contract, gaan wij starten. Maar niet alleen met jullie muziekcarrière. Wij gaan ook onmiddellijk uitgaan van een tv-programma. Met andere woorden, wij gaan straks een camera meegeven aan u. Wij gaan straks een camera meegeven aan u, een vlogcamera. Het gaat niet alleen zijn van, ja, we gaan naar de studio, we gaan zingen. We brengen een liedje uit. Nee, dat is het niet. Jullie worden echt meegenomen in een golf van, hoe worden wij artiest? In uw geval. Je hebt al meegedaan aan The Voice. Ja. Dit is echt pas de start van de muziekcarrière. Ilias, is het de bedoeling dat hij zich kan verheven tot een artiest? Ik geloof in u, Christian gelooft in u, wij allemaal geloven in u. Wij gaan u begeleiden, wij gaan mensen erbij zetten voor u te coachen. Wij gaan studioopnames doen, wij gaan de whole shebang doen, bij u juist hetzelfde. The Rise is aan jullie, man. Het is een avontuur en ik denk dat dit avontuur een begin is van iets moois. En ik hoop dat dat ook iets moois gaat worden voor hem. Glazen bolken, dat heb ik niet. Daar kunnen we niet in kijken. Hoe denken jullie dat Dina gaat omgaan met het eventuele succes dat zij gaat krijgen? Dat weet ik echt niet. Je ook veel filmen, denk ik. Ja, ja. Hey mensen, ik ben heel, heel blij dat ik dit mag beleven, dat ik dit mag meemaken. Alhoewel ik ook nog zo jong ben en zo. Dus ja, dit wordt mijn nieuwe lifestyle, denk ik. Dus een soort van lifestyle. En ja. We gaan beginnen met dit. Elias, welkom bij Absolute P Entertainment. We gaan erin vliegen, man. Oké, super. I can change, all I do is elevate. Look at that, I'm center stage and the helipad needs a renovation. I might have to catch you in a break, but to see me coming is a celebration. Catch you sleeping if you never pay, and these days I'm on two away. Wat is een fotoshoot gedaan? Wat is een fotoshoot gedaan? Ik heb nog nooit een fotoshoot gedaan. Dus wat gaan wij aandoen? Deze t-shirt, deze ga ik aandoen. Samen met mijn rode broek, brede pijpen en dan mijn Comme des Garçons schoenen. Dus zodat dat matcht. Okay. Lange dag, hè? Hoe lang heb je nu gewerkt? Wat duurt het hier gekomen? Twee uur, denk ik. Hè? 2 uur, dat is niet lang, hè? Nee, 1 uur. En nu, hoe laat is het? Nu is het 6 uur. Het is 5 uur. En we zijn nog niet klaar. Nog belangrijk. Oei, het is maar het is leuk. Dat is het belangrijkste. Ja. Yo mensen, zoals jullie waarschijnlijk al wisten, had ik vandaag mijn fotoshoot.
Het is vandaag zondag en ik ben net klaar. Het is echt heel goed gegaan. Ik ben echt blij. We zijn onderweg naar, Huis. En, ja. Ik ga haar afzetten en dan ga ik zo naar mijn huis. Ja, en het was een leuke dag. Ja, voor de rest hebben wij vandaag echt een hele drukke dag gehad. Heel veel gefilmd. Ja. Dat is echt wel heel leuk eigenlijk. Heel leuk. Ja, jullie kunnen het niet echt zo goed zien, maar er is dus echt wel iets heel groots te doen. Binnenkort ook voor ons, denk ik. Ja. We gaan ook een paar optredens geven, denk ik. Maar we hebben wel een sterk team, dus dat moet lukken. We hebben echt wel bij elkaar bek sowieso. Maar dat komt sowieso allemaal. Ja, sowieso. Dus bye. M&M. Music of more. M&M.